Afgelopen zomer hebben wij uit Frankrijk 3 circus chimpansees gered. Congo, Tino en Jimmy. Ze hebben daarna bij ons meerdere weken in quarantaine moeten zitten. Onlangs is Jimmy voor het eerst naar buiten geweest en nu is het ook de beurt aan Congo en Tino. Wij zijn erg benieuwd hoe het gaat en we nemen jullie graag mee op deze speciale dag. Oké. Het ging echt nog beter dan verwacht. Vonden het duidelijk allebei heel erg spannend. Maar toch ging Congo al meteen het hele verblijf verkennen. En Tino op een rustige manier volgde uiteindelijk ook. En hebben ze samen met steun aan elkaar ook het verblijf kunnen ontdekken. En ging het allemaal heel erg goed. We zijn hier bij het verblijf van Jimmy. Voor degene die het niet meer weet, Jimmy heeft zijn hele leven alleen gezeten in het circus. Hij heeft nooit met andere chimpansees gezeten. Maar we zijn dan ook erg blij dat het ons gelukt is om hem in korte tijd al samen te zetten met 2 andere chimpanseemannen, Bongo en Klaus. Het gaat gelukkig heel erg goed samen met ze. Het is ook erg leuk om te zien hoeveel enthousiasme, energie en speelsheid jonge Jimmy in deze groep brengt. Nu Congo en Tino eindelijk naar buiten kunnen, breekt er echt een fantastische mooie nieuwe periode voor hen aan. Frisse buitenlucht, maar ook een kans voor Tino om echt aan zijn gezondheid te werken. Toen hij hier binnenkwam had hij zwaar overgewicht. Hij woog 102 kilo, wat echt heel zwaar is voor een chimpansee. We hebben hem wat rustig laten afvallen in quarantaineperiode al. Hij is 12 kilo afgevallen inmiddels, maar hij heeft toch nog wel een lange weg te gaan. Wij zijn heel erg blij dat we Congo en Tino een nieuwe toekomst kunnen bieden bij AAP. En ontzettend veel dank aan iedereen die geholpen heeft om dit mogelijk te maken.